Het klimaat tussen verschillende plaatsen kan enorm verschillen. Vladimir Kuppen heeft een van de meest bekende klimaatsystemen bedacht. Hij stelde voor om vijf hoofdklimaten te bedenken. Zo begon hij bij de evenaar. Hier heeft de zon een hoge invalshoek en staat dus loodrecht op de aarde. Daardoor is het rond de evenaar erg warm. In een van de andere filmpjes heb je al geleerd dat hier ook vaak sprake is van een laag drukgebied. Door het laag drukgebied regent het hier ook vaak. Op en vlakbij de evenaar vinden we dus klimaten die warm en nat zijn. Cupen gaf deze klimaten de hoofdletter A. Dit zijn klimaten waar het gemiddeld per maand nooit kouder wordt dan 18 graden. Een andere naam voor deze klimaten zijn de tropische klimaten. Verder van de evenaar komen we woestijnen tegen. Hier is het nog steeds warm, maar in tegenstelling tot de klimaten rond de evenaar erg droog. Zoals je in een van de eerdere filmpjes hebt geleerd, heeft dit te maken met het hoogdrukgebied rond deze plaatsen. Kupen gaf deze klimaten de hoofdletter B. Dit zijn gebieden waar maximaal 400 mm neerslag valt per jaar. Dit zijn dus de droge of aride klimaten. Verder van de evenaar wordt het kouder. Hier vinden we de C-klimaten. Bij C-klimaten wordt het gemiddeld in de koudste maand kouder dan 18 graden. Anders is het namelijk een A-klimaat. Maar in de koudste maand blijft het gemiddeld in elk geval warmer dan 3 graden onder 0 het is dus handig om in dit geval naar de koudste maanden te kijken, want dan zie je snel dat het om een zeeklimaat gaat. Zeeklimaten worden beïnvloed door de zee. Zeeklimaten worden daarom ook wel zeeklimaten genoemd. De invloed van de zee zien we terug in de temperatuur. In de zomer wordt het vrijwel nooit erg heet. Dat komt omdat het zeewater, zo ver van de evenaar, in de zomer koeler is dan het land. Zeewater warmt namelijk niet zo snel op. De koelere zeelucht zorgt ervoor dat het land niet echt opwarmt en het in de zomer dus niet erg warm wordt. In de winter is de zee warmer dan het land. Het zeewater koelt maar traag af, waardoor er vaak een minder koude lucht afkomstig is van de zee. Dit, zegt, dit zorgt ervoor dat de winters bij zeeklimaten niet al te koud zijn en gemiddeld dus niet kouder zijn dan 3 graden onder nul. Landinwaarts vinden we D-klimaten. Hier ontbreekt het effect van de zee en daarom noemen we het ook wel landklimaten. Dit betekent dat de het zomers heter zijn dan zeeklimaten omdat er geen verkoelende lucht is. Omdat er in de koude winters geen warmere zeelucht deze plaatsen bereikt, worden de winters ook erg koud. Daarom onderscheiden we de D-klimaten door als grens een gemiddelde temperatuur van maximaal 3 graden onder 0 vast te stellen voor de koudste maand. Is het ook in de warmste maand erg koud? Dan hebben we te maken met E-klimaten. Dit zijn klimaten die vlak bij de Noord- en Zuidpool voorkomen en daarom noemen we ze poolklimaten. De grens bij deze klimaten zit in de warmste maand. Het mag maximaal gemiddeld 10 graden zijn. Is het warmer in de warmste maand dan 10 graden, dan is het een D-klimaat. Hoewel de vijf verschillende klimaten een prima indeling zijn, is deze nog niet erg specifiek. Het gebied waar een bepaald klimaat aanwezig is, is erg groot en er zijn doorgaans grote verschillen in zo'n gebied. Daarom heeft meer Kuppen de klimaten onderverdeeld in diverse klimaten. Binnen een E-klimaat is er bijvoorbeeld een onderscheid tussen een EF-klimaat, waar de gemiddelde temperatuur nooit, nooit boven de 0 graden komt, en ET-gebieden, waar de gemiddelde temperatuur in de zomer altijd tussen de 0 en 10 graden ligt. In gebieden met een EF-klimaat vriest het dus altijd en is de bodem bedekt met sneeuw. Je groeit dus niks. Bij een ET-klimaat ontdooit de bodem in de zomer. Dit is de toendra. Hier groeien geen bomen. Bij B-klimaten is er een onderscheid tussen de BS-klimaten, waar nog wel een beetje neerslag valt, en de BW-klimaten, waar vrijwel geen neerslag valt. BS-klimaten zijn de steppen, waar tussen de 200 en 400 mm neerslag per jaar valt. BW-klimaten zijn de woestijnen waar minder dan 200 mm neerslag per jaar valt. In zowel het BS- als het BW-klimaat groeien geen bomen. Binnen de A-, C- en D-klimaten wordt er een onderscheid gemaakt op basis van het seizoen waarin er nauwelijks neerslag valt. Aan deze klimaten wordt de kleine letter F, W of S toegevoegd. De F staat voor het falen van een droogteseizoen. Omdat het droogteseizoen faalt of afwezig is, is de neerslag gelijkmatig verdeeld over het hele jaar. In Nederland is er sprake van een CF-klimaat. Er is namelijk een C-klimaat en de neerslag is gelijkmatig verdeeld over het hele jaar. Bij plaatsen rond de evenaar is er vaak sprake van een AF-klimaat. Het is er tropisch en het regent er het hele jaar door. Een W als tweede letter betekent dat er sprake is van winterdroogte. Dit vinden we bijvoorbeeld bij plaatsen die iets verder van de evenaar af liggen. Hier ligt in de zomer een tijdelijk laagdrukgebied, waardoor het regent. In de winter is dat laagdrukgebied afwezig, waardoor het droog is. Dit zijn dus de AW-klimaten. CW-klimaten zien we bijvoorbeeld in China. Als laatste zijn er de S-klimaten. Hier valt het seizoen in de zomer. Bij de gebieden rond de Middellandse Zee is er sprake van een CS-klimaat. Omdat het er droog is in de zomer, gaan we er graag naartoe om vakantie te vieren. as klimaten zijn klimaten met een zomerdroogte. Deze zijn vrij zeldzaam, omdat er bij de tropische gebieden die rond de Evenaar liggen vaak sprake is van een laagdrukgebied in de zomer. Vandaar dat een zomerdroogte vrij zeldzaam is. Door de wereld in te delen in deze klimaatgebieden is het snel duidelijk welk klimaat we waar kunnen verwachten.